Je kleurt het hier op de halfvaste voor opvallend blauw-wit. De kleuren van voetbalploeg A-Agent, want het is vandaag ook Buffalo-dag op de voor. Je begint hier straks. En Nico, ja, er zullen ook enkele spelers van A-Agent aanwezig zijn. Hè? Ja, zeker weten. De Buffalo-dag, dat is een soort van familiedag voor de supporters van A-Agent. En dan mogen de spelers zelf natuurlijk niet ontbreken. Die verzamelen momenteel in frituursalon Max hier op de voor. Ik heb ondertussen al even doelman Sergio Pat en middenvelder Hannes van der Bruggen kunnen strikken. Heren, ja, op de voor, zo'n avondje op de voor, dat is wel iets anders dan spelen op het veld, hè? Ja, het is iets totaal anders, hè. Maar ik denk wel dat het aangenaam is. Zeker en vast ook voor de supporters. Dus ja, het zou wel een leuke namiddag worden, denk ik. Welke attracties ga je straks uitproberen? Ja, ik heb nog niet helemaal gekeken wat er is, maar ja, het zal wel leuk worden. Mag het iets zijn dat het een beetje spectaculair is over de kop en zo? Tuurlijk, maar ik moet er morgen weer trainen, dus het mogen niet te misselijk worden. Ja, er mag ook niets gebroken worden, hè? Ja, nee, maar doelmannen zijn altijd een beetje gekker dan andere spelers, dus ja, oké. Okay. Is het voor jullie plezant om eens zo met de supporters eigenlijk op het gemak te kunnen rondwandelen op de kermis? Ja, er is een sfeer buiten het voetbal, hè. Het is niet altijd op het veld. Op het veld is het, ja, vaak heel serieus. Nu kan het iets ontspannender en dat is ook wel eens leuk. Een vaste fan, een vaste bezoeker ook van de kermis van de voor of niet echt? Normaal gesproken niet, maar ja, sinds kort ook een dochtertje. En ja, die zal het ook hartstikke leuk vinden hier. Ze ziet nu al die lichtjes al gaan hier, dus ja, ze zal het ook wel heel leuk vinden. En je ziet er ook heel blij zijn hier. Ja, ik heb de indruk dat ze het inderdaad helemaal oké vindt op dit moment hier in het frituursalon. Ik ga even naar Wim Belaert van A-Agent. Ja, die Buffalo-dag straks, dat is een beetje een gezinsdag, een familiedag. Waarom kiezen jullie eigenlijk voor de halfvaste voor om naar hier te komen met de supporters? Wel, we zijn met de agent op verschillende evenementen van de stad actief. Bijvoorbeeld ook tijdens de Gentse feesten, dat is het meest bekend. Maar sinds een jaar of drie ook tijdens de halfvaste voor. Is dit een ideale plek om inderdaad, ja, iedereen elkaar te laten ontmoeten? Supporters, spelers en zo? Inderdaad, daarom is het dat we het doen. Op de voor is iedereen blij, iedereen is gezellig. De spelers zijn dichtbij, de supporters kunnen ontmoeten, kunnen op de foto gaan, samen op een attractie zitten. En daarom doen we dat hier op de voor. Het kleurt op dit moment helemaal blauw-wit op de halfvaste voor hier in Gent. Hoeveel supporters schat je dat er hier op dit moment zijn of nog onderweg zijn voor straks? Goh, dat zijn er vele tientallen, misschien over de hele dag een aantal honderd geweest. De verschillende attracties hebben blauwe-witte ballonnen uitgehangen. De meeste hebben een vlag en sjaal van A-Gent. En nu komen de supporters ook omdat ze weten dat de spelers hier zijn. We hebben hier ook twee heel speciale supporters bij ons staan. Hè. Heel twee ja, jonge supporters. En zij hebben een tekenwedstrijd gewonnen van A-Agent en krijgen een speciale meet-and-greet met de spelers. Ik ga even naar Jordi, een van die jonge winnaars. Hoe voelt het, Jordi, om zo, ja, eigenlijk vlak naast de grote spelers van A-Agent te staan? Ja, zeer wijs. Ik had dat niet verwacht en ik vind dat zeer tof. Het is mijn droom dat ze uitgekomen. Van wie ben jij vooral van? Sergio Pat. Kijk eens aan, en die staat hier vlak bij jou dan nog. Ja, zeer wijs. Is de eerste keer eigenlijk dat je hem van zo dichtbij ziet? Nee, op de trainen heb ik hem ook al een keer gezien. Nu kan je er ook wel misschien straks een beetje mee praten, hè? Ja, ik ga dat zeker eens doen. En wat ga je zo meteen nog allemaal doen op de voor? Ja, op de attracties gaan en met de spelers. Het gaat leuk worden, hè? Ja, zeer wijs. Oké, veel plezier in ieder geval. Dus Ilse, straks vanaf 6 uur de Buffalo-dag hier op de halfvaste voor in Gent. Ja, wordt vast en zeker heel leuk. En ja, wat ik vooral onthouden heb, wie in blauw-wit komt, die krijgt korting op alle attracties. Ben ik toevallig toch ook in blauw zeker?